Wat is er zo bijzonder aan het Lam Gods? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Het Lam Gods is een werk dat een overweldigende indruk maakt. Als ik terugdenk toen ik als kind voor de eerste keer het Lam Gods te zien kreeg, was ik werkelijk onder de indruk en ik herinner mij vooral de vele details en met name als iemand die opgegroeid is in een roze gemeente de enorme kleurenplacht van de bloemen die op het Lam Gods staan afgebeeld. Wat ik met u vandaag wil doen is om te proberen te kijken hoe het Lam Gods doorheen al die details, doorheen de overweldigende omvang, ook een werk is dat op een enorme gelaagde manier Werkt. En ik ga met u trachten te zien datgene wat niet op het eerste zicht te zien is. Het Lam Gods is ook een werk dat de toeschouwer actief uitnodigt om te kijken. Dat gebeurde op het gesloten tafel, en het eerste wat de toeschouwer dan zag waren vier Latijnse versen die op de vier buitenkaders geschreven stonden. Die vier versen leren ons vier dingen. Ten eerste dat het werk gestart was door Hubert van Eyck, waarvan wij via andere bronnen weten dat hij gestorven was in 1426. Ten tweede dat het verder gezet is door zijn broer Jan van Eyck. Die zichzelf Secundus de Tweede of de Opvolger in de Kunst noemt. Ten Derde dat het besteld was en betaald was door Joost of Judocus Veit. En ten Vierde dat het gepresenteerd is op 6 mei. Maar er staat niet bij 6 mei van welk jaar. Er staat bij dat het gepresenteerd is op 6 mei. En het allerlaatste woord in het Latijn is het woord tueri, dat nodigt de toeschouwer uit om aandachtig te kijken naar dit werk. En als men effectief aandachtig kijkt, dan ziet men dat in de eerste drie versen alle woorden in het zwart geschilderd zijn. En wanneer men kijkt naar het vierde vers, dan ziet men dat daar opvallend een aantal letters in het rood geschilderd zijn die ook dienst kunnen doen als Romeinse cijfers. Iedereen weet dat in de Romeinse cijfers de M staat voor 1000, de C staat voor 100, de X voor 10 en zo verder. En wanneer men die rode cijfers allemaal optelt, dan komt men aan een jaartal aan 1432. Dus dat laatste vers is een zogenaamd chronogram, een raadseltje dat het jaartal geeft aan de kijker, die kijker die nadenkt over datgene wat hij of zij ziet. en die dan optelt en komt tot het jaartal 1432. En dat is wat ik met jullie wil doen. Op een manier kijken naar het Lam Gods, dat we de gelaagdheid, de verschillende betekenissen van datgene wat er staat, met datgene wat men niet op het eerste zicht ziet, maar dat men wel kan begrijpen wanneer men even verder nadenkt over datgene wat men ziet. En als we dan even verder kijken naar het retabel in de gesloten toestand, dan zien we op het onderste register Jodocus of Joost Veit, de man die alles betaald heeft, die aan de andere zijde geflankeerd wordt door zijn echtgenoten. En het is mijn bedoeling om met jullie ook een soort gender-analyse te maken van uh, het Lam Gods. U zult misschien denken dat is een volledig anachronistische uh, benadering voor een schilderij dat in de 15e eeuw gemaakt is. Maar het is door aandacht te hebben voor de vrouwen en voor de mannen die op het retabel afgebeeld staan, dat we zullen inzien dat er eigenlijk iets aan de hand is. Zoals gezegd zegt, Judocus Feit wordt geflankeerd door zijn vrouw Elisabeth Borlut. En tussen hen beiden staan de twee Sint-Jans, wat nu de Sint-Baafskathedraal is uh, heette in de 15e eeuw nog de Sint-Janskerk en we zien Johannes de Doper aan de ene kant, Johannes de Evangelist aan de andere kant hè. die twee zijn gekozen omwille van de Sint-Janskerk die twee zijn ook gekozen omwille van hun uh, betekenis in de Bijbel met name Johannes is niet alleen evangelist maar ook de auteur van de openbaring van Johannes van de Apokalyps die zo belangrijk is voor het beeld van het einde der tijden Zoals het op het Lam Gods afgebeeld is. Wanneer we kijken naar het register daarboven, dan zien we de beroemde annunciatie, de aankondiging door de aartsengel Gabriel van de komst van de Messias, van de geboorte van Jezus aan de maagd Maria. En dit tafereel wordt eigenlijk op het hoogste register letterlijk gadegeslagen door vier figuren. Twee mannelijke profeten uit het Oude Testament, Zacharias en Misha, met in hun midden, zeer opvallend, twee heidense profetessen, zogenaamde Sibylen. Met andere woorden, dus dat het gesloten tafel een quasi-perfecte genderbalans weergeeft. We hebben Judocus Feit en zijn echtgenote, we hebben de twee Sint-Jans, we hebben een engel, we zullen die misschien geen M of V maar een X noemen, we hebben de Maagd Maria en daarboven hebben we twee mannelijke profeten, twee vrouwelijke profetessen. Dus quasi complete genderbalans. Wanneer we dan nu kijken naar het openere tabel, dan zijn we volledig onder de indruk van, zoals ik zei, die bloemenpracht, die kleurenpracht, die letterlijk honderden figuren die daar afgebeeld staan. Maar we gaan proberen om doorheen al die details te kijken naar een structuur en te trachten te begrijpen wat nu eigenlijk de bedoeling was van al die verschillende taferelen en van al die verschillende figuren die we daar zien. En opnieuw wordt onze aandacht geleid naar de genderbalans. Centraal hebben we de figuur in het rood, die volgens de christelijke mystiek zowel God de Vader als Christus als uh, Rechter van het laatste oordeel. Hij wordt geflankeerd opnieuw door Maria en door Johannes de Doper. Op hun beurt worden zij geflankeerd door zingende en musicerende engelen. En daarnaast hebben we mooi in symmetrie Adam en Eva. Dus dat bovenste register opnieuw biedt eigenlijk geen probleem, heeft een quasi volledige genderbalans. Het is pas enigmatisch wanneer we kijken naar het onderste register, en daar hebben we twee zijpanelen. Uh, aan de linkerkant twee zijpanelen aan de rechterkant. Het linker zijpaneel is het meest beroemde of het meest beruchte. Het is het gestolen paneel van de rechtvaardige rechters. En onze analyse zal nu zijn wanneer we kijken naar die twee linkerpanelen, dan bestaan die uitsluitend uit mannen. Wanneer we kijken naar de twee rechterpanelen, is het meest rechtse alweer exclusief mannelijk. Dat daarnaast zo, het paneel van de zogenaamde kluisenaars bestaat quasi uitsluitend uit mannen, maar daar hebben we ook twee vrouwelijke figuren, namelijk Maria Magdalena en Maria van Egypte. Het paneel van de rechtvaardige rechters, de naam is beroemd, maar de naam is ook authentiek. Dit is ook weer een titel die behoort tot de 15e eeuw. En op de kader stond alweer in het Latijn justi judices, dus de rechtvaardige rechters. Het paneel daarnaast heeft als naam gekregen de Milites Christi. Milites, soldaten van Christus. En dat zijn ridders. En op een van de schilden van die gepanserde ruiters staat alweer een Latijns woord, met name het woord fortis. Nu, wanneer. Een gestudeerd iemand uit de 15e eeuw. die twee woorden, justus van justi judices, rechtvaardige rechters. met daarnaast bij de ridders fortis, dat zowel sterk. maar ook vooral moreel dapper, betekent. dan werd allicht in de verwerking van dit uh, paneel. Iets getriggerd waardoor zij zeggen, rechtvaardigheid en dapperheid, dat zijn de helft van een klassieke set van vier deugden. Die al teruggaan eigenlijk op de antieke filosofie, die men al vindt bij Plato, bij Aristoteles, bij de Stoïcijnen, later bij de Romeinse filosofie en heel de middeleeuwen door, is dat eigenlijk een set van vier deugden waarvan men zei, die vier deugden zijn eigenlijk de spil, zijn het centrum van het morele, van het goede leven. En naast de rechtvaardigheid en de dapperheid, die we dus gezien hebben op de linkerpaneel, was er ook nog de matigheid en de wijsheid. En als we dan kijken naar de panelen aan de rechterzijde, dan zien we daar enerzijds kluizenaars, eremieten, die natuurlijk zeer letterlijk een belichaming zijn van de matigheid op vlak van, van voedsel, seksualiteit enzovoort. Dus zij zijn aceten die zichzelf matigden. We hebben reeds vernoemd dat daar twee dames staan, maar die twee dames zijn Maria Magdalena, de bekeerde. De prostituee vergezeld van een andere, Maria, Maria van Egypte, die een gelijkaardig legendarisch verhaal heeft. Dus hier hebben we een paneel waar specifiek figuren die te maken hebben met de lichamelijke seksuele ascese en matigheid afgebeeld staan. Het rechterpaneel is eigenlijk het meest abstracte. We hebben het hier over de prudentia in het Latijn. Prudentia is een samentrekking van providentia, letterlijk vooruitziendheid, voorzichtigheid. En de prudentia werd al door Aristoteles gedefinieerd als die intellectuele deugd, waarbij men de praktische intelligentie heeft om ten eerste zich een doel te stellen en ten tweede de verschillende stappen vooruit te kunnen zien die men moet stellen om dat doel te bereiken. Nu. Een heel abstract idee, en de Van Eyck's hebben een heel originele, concrete manier gevonden, christelijke manier ook gevonden, om die antieke deugd van de. Prudentia van de praktische wijsheid uit te beelden. Met name, ze hebben ervoor gekozen om mensen af te beelden die op pelgrimage gaan. Die zich een spiritueel, maar ook een reëel doel gesteld hebben om naar Santiago de Compostela of naar Rome op pelgrimstocht te gaan. En we zien hier dan ook de fameuze Sint-Jacobs-schelp afgebeeld op een van de hoeden van die figuren. Ook in Gent is er natuurlijk een Sint-Jacobskerk. Dus we hebben in die vier zijpaneel hebben we de vier klassieke deugden: de rechtvaardigheid, de dapperheid, de matigheid en de wijsheid. Die komen uit de pre-christelijke Grieks-Romeinse filosofie, maar zijn overgenomen door de christelijke deugdenleer, door christelijke filosofen al in de late oudheid. Maar wanneer iemand die enig onderwijs genoten had, die vier herkent op de onderste registers van het Lam Hots, dan zal hij gedacht hebben in de christelijke deugdenleer zijn niet alleen de vier antieke, er zijn ook drie christelijke deugden aan toegevoegd. In de beroemde brief aan de Corinthiërs van de Apostel Paulus in het Nieuwe Testament worden ook geloof, hoop en liefde als de drie typisch christelijke deugden eraan toegevoegd. In het beroemde loflied Op de Liefde, waarin Paul Paulus zegt, als ik de liefde niet heb, dan ben ik niets. En hij zegt daar ook zeer specifiek dat de liefde, de caritas, de agapi in het Grieks, dat dat de hoogste is van alle zeven deugden die men kan erkennen. En dus vraagt men zich af, dus zal de kijker, de toeschouwer van het lam gods, uitgenodigd worden om te touweri, om verder te kijken en te zeggen, zitten dan op een of andere manier die drie christelijke deugden in het centrale paneel? Maar dat lijkt op het eerste zicht een probleem, want we hebben de vier groepen die zich rond het centrale lam scharen. Dat lam is natuurlijk de symbolische uitbeelding van Christus die zich uit liefde voor de mensheid opgeofferd heeft. Dit is het paaslam, dit is het lam van de kruising, maar natuurlijk ook het lam van het hemelse Jeruzalem van het laatste oordeel. Nu, wanneer we naar die vier groepen kijken, dan zien we alweer links onderaan allemaal mannen, rechts onderaan allemaal mannen, links bovenaan allemaal mannen. Slechts één groep, namelijk de groep rechts bovenaan, bestaat volledig uit vrouwen. De vraag is: kunnen we uit die vier groepen, waar dus een duidelijke gender heerst. We hebben de groep links onderaan waar we een aantal figuren kunnen herkennen, die enerzijds profeten zijn uit het Oude Testament. Anderzijds ook figuren zijn uit de heidense oudheid. Men denkt daar Vergilius, de klassieke dichter, pre-christelijke dichter, te herkennen. En die groepen die dus geleefd hebben, oud-testamentisch en pre-christelijk heidens, voor de komst van de Messias, kan men interpreteren als de deugd van de hoop, van de spijs die vooruitkijkt naar de komst van de Messias. De rechtergroep heeft de apostelen... En allerlei vertegenwoordigers van de kerkhierarchie, eh, pausen, abten, bischoppen enzovoort, zij vertegenwoordigen het, het geloof. En dan wordt het interessant om te kijken naar die twee bovenste groepen en zich af te vragen waarom staan daar twee groepen, mannelijk en vrouwelijk in dit geval, eigenlijk op gelijke hoogte. En wanneer je dan specifiek gaat kijken naar die groepen van de vrouw, dan kan men die vrouwen ook effectief individueel identificeren. De meest linkse dame draagt een lammetje. Dat is niet zomaar een verwijzing naar het Lam Gods. Dat laat ook toe in de middeleeuwen om die dame te identificeren als agnes, Agnès. vond trouwens ook een, een interessante woordspeling. Agnus Dei, het Lam Gods, en Agnès, de zuivere uh, martelares. Want de legende rond de heilige Agnès is dat zij weigerde in een wereldlijk huwelijk te treden, omdat zij zichzelf beschouwde als de bruid van Christus. Hetzelfde geldt voor de vrouw met de toren daarnaast. Dat is de heilige Barbara, identificeerbaar aan die toren. Ook zij weigerde een wereldelijk, een aarts huwelijk, omdat ze zichzelf beschouwde als verloofd met Christus. En ook die andere twee figuren kan men op diezelfde manier identificeren. Dus die vier vrouwelijke heiligen zijn vier maagden die het wereldlijke huwelijk geweigerd hebben en die in een spirituele liefde stonden tot Christus. Het is op die manier dat men die vrouwen, die op dezelfde hoogte staan als de mannelijke martelaren links, kan interpreteren als de christelijke liefde, als de zelfopofferende liefde, als de caritas. En dus hebben we, door te kijken naar de details, door te kijken naar de vele teksten die staan op het Lam Gods, hebben we eigenlijk een interpretatie gevonden die verder gaat dan alle bloemen en kleurenplacht en honderden figuurtjes die in groot detail geschilderd zijn. Het zijn zeer realistische figuren, maar het zijn realistische figuren die vertegenwoordigers zijn van bepaalde morele deugden. En dus de traditionele interpretatie is dat. Het centrale lam in het hemel Jeruzalem staat, dat dit een afbeelding is van de openbaring van Johannes van het einde der tijden. Maar als men die gender-insteek gebruikt, dan beseft men dat normalerwijze het einde der tijden ongeveer 50-50 mannen en vrouwen zou moeten weergeven, terwijl we hier dus eigenlijk een gender-imbalans hebben van 1 versus 8. Nu, wat veel mensen niet weten, is dat er eigenlijk een stuk van het Lam Gods ontbreekt. Onder wat wij nu nog hebben, was er ook nog een voetstuk, de zogenaamde predella, aan het altaar in de Sint-Janskerk. En wij weten uit 16e-eeuwse bronnen dat op dat uh, voetstuk een helle afgebeeld was. Dus de hypothese is trouwens dat waar het middelste register, het onderste register noemen we het nu, het was eigenlijk het middelste register, de zeven deugden afgebeeld waren met symbolische groepen. Dat in die helle de zeven ondeugden, de zeven hoofdzonden, de wellust enzovoort afgebeeld stonden. En dat daar getoond werd wie gestraft werd voor welke zonde. Dus dit is geen afbeelding van wat er zal gebeuren op het einde der tijden. Het Lam Gods is eigenlijk een gecodeerde, een gelaagde boodschap die u toont welke deugden u moet vertegenwoordigen. Deugden uit de antieke oudheid, deugden uit de christelijke Bijbel, welke levenswandel u moet hebben om uiteindelijk uitverkoren te worden om het centrale Lam te mogen aanschouwen.